Hallo, ik ben Peter-Jan Blenkers. Vandaag ga ik laten zien hoe je in Irisus een spoorstaafdefectenanalyse in elkaar zet. Als het goed is kunnen jullie goed zien wat ik op het scherm allemaal doe. Ik kan op de linkermuisknop drukken en dan zie je als het goed is een geel rondje. En ik kan op de rechtermuisknop drukken en dan zie je als het goed is een blauw rondje. Er zijn twee Irisus varianten momenteel. Dit is momenteel 31 mei 2022. De Internet Explorer Irisus 1.0 variant die maakt gebruik van de Silverlight plugin. En de Irisus 2.0 variant, oftewel de HTML5 variant. Die is een stuk moderner en die is toegankelijk op alle browsers. We gaan dat vandaag proberen in Firefox. Hoe komen we daar? Nou, we gaan naar www.irisus.eu/gvb/be. Let op, dit is hoofdlettergevoelig. Dus GVB moet hier met hoofdletters. Voor de RET en de HTM moet er natuurlijk RET of RET of HTM staan. Ook daar hoofdlettergevoelig. We komen dan op het inlogscherm. En hier kun je je inloggegevens invullen. Yes, dan komen we op het hoofdscherm. Hoe gaan wij een spoorstaafdefectenanalyse in elkaar zetten, of een spoorstaafanalyse? We beginnen even met het basisdiagram. GVB, diagrammen, algemeen. Beginnen we met het diagram locatie. Met het groene pijltje daarachter kunnen we dat diagram openen. Opent zich een lege werksessie met één diagram erin. We gaan hier even andere relevante diagrammen aan toevoegen. Gaan we hier bij weergave naar toevoegen. Dan ga ik even naar configuratiemap en dan naar het bovenste niveau, of in ieder geval naar het diagrammenmapje. Algemeen, dan pakken we even de volgende zaken, station perron, tunnel viaduct en spoorwisselnaam. Kijken we even in de boodschappenwagen hier, dan zien we station perron, tunnelviaduct, spoorwisselnaam. Dat zijn even de relevante contextdiagrammen. Gaan we heel even terug naar de hiërarchie, specifiek naar de diagrammen weer. Pakken we even één relevant geometriediagram. Specifiek de verkanting, hier, met het blauwe pijltje weer. Dan hebben we de 4 in de winkelwagen. Dankzij verkanting weten we waar de bogen precies zitten. We gaan weer even terug naar diagrammen en dan pakken we waar het om gaat, de spoorstaafdiagrammen. En dan pakken we een aantal zaken. De eddy current foutdiepte kanaal 0 tot 9 links en rechts. De horizontale kopslijtage links rechts en de verticale kopslijtage links rechts. En de ultrasoon dataminspectie links en rechts. Nou, dan hebben we in de winkelwagen 10 diagrammen. Locatie, waar zitten de bogen en de basisinformatie over de spoorstaaf zelf. Drukken we op OK, hebben we de diagrammen. Diagrammen kunnen we even sorteren op een beetje een handige volgorde. Als je in een diagram klikt, wordt het lijntje ervoor rood, dan is het diagram geselecteerd. De locatiediagrammen ga ik even onderaan zetten. Dat is een beetje het fundament, de contextinformatie, de perrons, even naar onderen. De tunnels en viaducten, even naar onderen. En de spoorwisselnamen, die zet ik even boven de locatie. Daarna de slijtagedata, zet ik even boven de locatieinformatie. De slijtagedata links-rechts zijn gecombineerd in één diagram, dus horizontaal verticaal. Het is handig om de ultrasoondata voor de linker spoorstaaf even naast de eddy current data. Dit is de eddy current foutdiepte per kanaal links en dit is de ultrasoondata links. Dit is de eddy current rechts en dit is de ultrasoon rechts. Nou, zo heeft het een logische volgorde. Gaan we even de data selecteren. Hoe krijgen we data? Nou, twee zaken. We moeten een locatie selecteren en mogelijk een tijd.
tijd voor nu is even iets minder spannend. Als wij geen tijd selecteren, krijg je altijd de meest recente meting voor een locatie. Dus we gaan voor nu even de locatie alleen selecteren. Gaan we in de map naar de bovenste locatie, gaan we naar aanduidingstypen. We hebben daar spoortakken en trajecten voor metro en hier voor tram. Meestal gebruik ik trajecten, omdat dat een rij spoortakken is die een logisch traject volgt, waarmee je in één keer een lange afstand kunt analyseren. Individuele spoortakken kan ook heel handig zijn als je op zoek bent naar specifieke locaties voor tussensporen of voor zaken die niet direct in een traject vallen. Ik hou het nu even bij trajecten. Dubbelklik. Dan zie je dat we hier in het mapje trajecten zitten. Dan gaan we even zoeken. En dan vinden we hier de trajecten. Pakken we heel even een centraal station Gein. We zien dat het 12,3 kilometer is. Plusje voegt hij dat toe aan de winkelwagen. Als we onverhoops een ander traject willen, gaan we even naar de winkelwagen. Verwijderen we die. Dan gaan we terug. En selecteren we mogelijk een ander traject. Nou, voor nu is Centraal Station Gein prima. Oké, dan verschijnt de data. Dan gaan we heel even de diagrammen een wat geschiktere hoogte geven. Als wij een diagram selecteren en we gaan hier naar diagram en naar hoogte verkleinen, dan maakt die diagram minder hoog. Deze diagrammen hoeven niet zo heel hoog te zijn. Dus ik selecteer hem, wordt het lijntje rood, doe ik hoogte verkleinen. De hoogte iets vergroten weer. En dan wordt het een iets handzamer overzicht. Ook hier deze contextinfo over perrons hoeft niet zo hoog te zijn. Tunnelviaduct mag iets lager. Horizontale verticale kopslijtage is eigenlijk de data. Dat mag wel een mooi hoge grafiek zijn. Dat is prima. Dan de locatie. Hoe veranderen de locatie? Ja, we zitten hier nu op kilometer 0.12. We kunnen met het scrollwieltje voorzichtig scrollen en dan zien we dat hier de kilometrering op begint te lopen. We kunnen dat ook doen hier met het pijltje. Links en rechts onder in beeld zit hier naast deze balk een pijltje waarmee we één blokje naar links of naar rechts gaan. Daarnaast zien we dat we op pagina 2 van de 124 zitten. Een pagina is hier een volledig scherm met data. Als we hier op de dubbele pijltjes gaan, gaan we in één keer een heel scherm naar rechts. Dus dan gaan we naar pagina 3, 4, 5, etc. We zien hier in beeld, oftewel op één scherm, nu een lengte van 100 meter. Dat leidt tot 124 pagina's. Nou, dat klopt ongeveer, want de totale lengte was 12,3 kilometer. Als wij gaan naar weergaven en naar verkleinen of vergroten, kunnen we in- en uitzoomen. Als we even uitzoomen, zien we dat dit 200 meter wordt. Als we nogmaals uitzoomen, wordt dit 400 meter. En wordt het aantal pagina's ook een stuk kleiner, omdat we natuurlijk veel meer data in één keer op ons scherm hebben. Opnieuw geldt dat we met deze pijltjes nu snel naar links en rechts kunnen. Naarmate we verder uitzoomen, zien we ook meerdere perrons, meerdere stations in één oogopslag. Als we ver genoeg uitzoomen, zien we het hele traject in één keer. Moet hij wel even laden, omdat hij dan natuurlijk veel data moet ophalen. We zien hier nu 4 stations. En ik ga hier met het handje even helemaal naar het begin. Dan zien we Centraal Station, het eerste, Nieuwmarkt, Waterloopplein, Weesperplein, etc. Wat zien we in de diagrammen? Ik had het al gezegd, locatiediagram is het traject ofwel de spoortaknaam hier met de kilometrering. 0,8, 1,2, 1,6. De spoorwisselnamenlaag geeft de spoornummers en de wisselnummers. Dus je ziet hier op de gele vakjes zijn wissels. En de grijze vakken zijn sporen met het spoornummer erin. Station perrons, de oranje balken zijn de locaties van de perrons. Centraal Station, Nieuwmarkt, etc. Het tunnelviaductendiagram geeft tezamen de tunnels en de viaducten. Als we heel iets verder uitzoomen, dan zien we de situatie. Van Centraal Station tot kilometer 3,6 hebben we de Oostlijntunnel. Dus daarom hebben we hier die grote groene balk. Buiten de tunnel zijn de viaducten aanwezig.
Dat zijn die grijze vakjes hier. Dan de data zelf. We hebben hier de horizontale kopslijtage op het linker en rechterbeen. De verticale kopslijtage op het linker en rechterbeen. De eenheid daarvan staat op de IJAS uiteraard en de eenheid hier is millimeter. Links en rechts is gedefinieerd ten opzichte van de spoortakrichting. En de spoortakrichting loopt voor metro gelijk met de kilometrering, dus oplopende kilometrering. Het gezicht in de oplopende kilometrering is hetzelfde als het gezicht in de spoortakrichting. En dan is het rechterbeen aan je rechterhand en het linkerbeen aan je linkerhand. De spoortakrichting voor tram is veelal gelijk voor 99% aan de rijrichting, de natuurlijke rijrichting van de tram. Bij tram is het lastiger om met kilometerlinten te werken en dat wordt veelal ook niet gedaan. Dus de definitie van links en rechts is hier best wel even belangrijk en relevant. Dan hebben we ultrasoon links en rechter spoorstaaf diagrammen. We zien hier op de I-as datum. En hier op de X-as weer de afstand, de kilometrering. En we zien hier dus, als we daar met de muis op gaan staan, de informatie van het ultrasoonrapport. En in de tijd zien we wanneer dit precies was. Dit was op 13 maart 2020. En dat correspondeert hier ook met de locatie op de tijdas, in dit geval de I-as. De blauwe stippellijn is het nu. Dus dat is vandaag 31-5-22. We zien de grijze rapporten, die zijn gesloten. De blauwe rapporten hebben status openstaand. En de paarse rapporten, die hebben een andere status. En wat daarvan precies de status is, weet ik niet, maar dat zijn geen ultrasoonrapporten, dat zijn volgens mij adviezen zo uit mijn hoofd, onderhoudsadviezen, locaties waar een ultrasoononderzoek moet gaan worden uitgevoerd, of uitgevoerd zou moeten zijn. Je kunt hier op de volledige tijdlijn ook mooi op iedere locatie de volledige historie dus zien. Je ziet hier dat hier meerdere ultrasoonrapporten zaten, hele korte, op een gegeven moment zaten hier langere ultrasoonrapporten. En inmiddels zijn al die rapporten gesloten. Desalniettemin zien we hier in de meest recente Eddy Current meting nog wel de nodige spoorstaafschade. Ten slotte, het laatste diagram hier, is de verkanting. De verkanting geeft mooi aan waar de bogen precies zitten. Nu zien we hier niet veel data, omdat hier twee outliers in deze dataset zitten met hele hoge verkanting. We moeten hier dus de as even herzetten. De as is normaliter automatisch geconfigureerd op de minimale en maximale waardes die voorkomen op deze afstand. Nou ja, omdat deze waardes niet helemaal kloppen, is die as dus niet helemaal correct. Als we dit diagram selecteren, rood lijntje, en we gaan naar as bewerken, kunnen we hier automatisch even uitzetten. En kunnen we hier even normalere waardes inzetten. Zeg van min 200 tot 200 mm. Kijk, daarmee worden de outliers genegeerd en zien we hier de normale data. Hier zien we boog naar rechts, een boogje naar links en weer een boogje naar rechts. Hier een S-boog, etc. Ten slotte de eddy current data. Nog even een heel klein beetje context. Als we heel iets inzoomen, we zien in die eddy current data veel lijntjes. Dat correspondeert met de 10 eddy current sensoren over de volle breedte van de spoorstaafkop. De lijntjes die daarin zitten zijn vaak een aantal zaken. We zien hier lijntjes over de volle breedte, waarbij niet de maximale dieptes worden gerapporteerd. De precieze kleurtjes zijn hier op te halen in, ik selecteer even dat diagram, grenswaarde. Dan zien we hier de gerapporteerde eddy current dieptes. Dus grijs is 0, blauw is tot een halve millimeter en donkerrood is tot 5 millimeter. Dat heeft te maken met de scheurdiepte in de spoorstaaf. Over de hele breedte hebben we hier een lijntje. Dus alle kanalen hebben een signaal. In dit geval zijn dit niet de maximale dieptes. We zien hier dieptes tot oranje. Dat is, even met de muis precies op gaan staan, 3,4 mm.
vaak is dit het beeld van een termietlas. Dus we zien hier een termietlas, mogelijk termietlas, mogelijk termietlas, mogelijk termietlas. Hier zien we een heleboel op gelijkmatige afstanden van elkaar. Het suggereert dat oorspronkelijk spoor uit meerdere stukken aan elkaar is gelast met termietlassen. Eddy current. ES-lassen hebben een iets ander beeld. Als we heel iets inzoomen, zien we dat. We zien hier een wat scherper lijntje in donkerrood. Even kijken, op beide benen zien we hier over de volle breedte de maximale scheurdieptes. Dat is vaak het beeld van een ES-las. Bij een ES-las ontbreekt natuurlijk gewoon letterlijk het spoorstaafmateriaal. Dus daar reageert de eddy current sensor heel hevig op. Dus dit is vaak een termietlas, dit is vaak een ES-las. Hoe zien defecten er dan uit? Mogelijk zijn dit defecten. Die slaan vaak niet aan over de volle breedte van de spoorstaaf. Als de verstoring alleen zit aan de uiterste binnen- of buitenkant van de spoorstaaf, kan het ook een assenteller betreffen. Doordat assentellers ook vaak magnetisch veld of elektromagnetisch veld veroorzaken, kan dat aan de binnen- of de buitenkant van de spoorstaaf ook de eddy current sensoren beïnvloeden. Bevestiging van dit soort defecten is vaak goed mogelijk met als spoorstaafbeelden ook voorhanden zijn. Daar komt nog een andere video over. Hier zien we een mooi voorbeeld van twee nieuwe of twee ES-lassen. We zien een termietlas aan weerszijden en een ES-las in het midden. Dit is dus mogelijk een ES-las die later geplaatst is en met twee termietlassen aan weerszijden. Dan, hoe slaan wij deze werksessie op? Dat is even belangrijk. We hebben nu alles geconfigureerd zoals we willen. En we willen hier later nu weer gebruik van kunnen maken. Dan gaan we naar start hier. Dan zeggen we als werksessie opslaan. En dan noemen we dit even de spoorstaafanalyse 3. Bijvoorbeeld, ik heb al een aantal spoorstaafanalyses natuurlijk. En dan ga ik naar snelkoppeling op bureaublad plaatsen. Ja, oké. Als het goed is, komt hij nu op het bureaublad terecht. Als we deze werksessie nu afsluiten en we willen het later gebruiken. Even boven naar de hiërarchie. En daar zit ook een mapje bureaublad. Hier zitten alle analyses. En dan is even de vraag, in dit geval zie je al spoorstaafanalyse nummer 3 is hier beschikbaar. Staat die daar niet gelijk, dan kun je hier ook naar map en naar actualiseren. Dan wordt deze map even bijgewerkt. Als we hier nu naar het groene pijltje gaan, kan ik later op ieder moment weer gebruik maken van deze hele werksessie. Zonder dat wij alle configuratie die we zojuist hebben uitgevoerd opnieuw hoeven te doen. That's it. Dit is hoe je een spoorstaafanalyse in elkaar zet en opslaat.